Hallo, graag wil ik jullie wat meer info geven over de polyvagaaltheorie, de polyvagaltheorie in het Engels. De polyvagaaltheorie is eigenlijk uitgewerkt door een wetenschapper, Stephen Porges, en die heeft onderzocht hoe ons autonoom zenuwstelsel reageert op verschillende situaties. Ons autonoom zenuwstelsel is dat deel van ons zenuwstelsel dat reageert zonder dat we daar eigenlijk over moeten nadenken. Dus als je bijvoorbeeld een zebrapad wil oversteken en er raast een auto voorbij, dan kan je niet met je bewuste denken gaan beslissen: ga ik nu nog oversteken of niet? Nee, je autonoom zenuwstelsel beslist zelf of je heel snel oversteekt, of je die auto nog voor kan zijn, of dat je wacht en terugtrekt aan het zebrapad. Dus dat zijn eigenlijk heel instinctieve reacties van ons brein. Nu heeft Deb Dana, dat is een Amerikaanse vrouw, deze theorie eigenlijk gaan uitwerken om je eigen zenuwstelsel beter in kaart te kunnen brengen. Dus zij heeft een praktische versie daarvan gemaakt, waarbij we met invulblaadjes ons eigen autonoom zenuwstelsel beter kunnen leren kennen en dus ook daar anders mee kunnen gaan omgaan. En dat is iets waar ik jullie vandaag meer info over wil geven. Het is zo dat het autonoom zenuwstelsel in drie verschillende staten kan reageren. Op het moment dat de omgeving veilig is, want ons brein scant eigenlijk constant of er gevaar op de loer ligt, of er iets te gebeuren staat, of eigenlijk alles veilig is. En op het moment dat ons brein scant door auditieve dingen, door wat we horen, door wat we zien, door onze zintuigen, door wat we waarnemen, op het moment dat ons brein scant dat alles veilig is, dan zitten we in wat we noemen ook de veilige staat van ons zenuwstelsel, waarbij we ook in sociale interactie kunnen gaan, waarbij we ons veilig voelen om te kunnen verbinden met anderen. Wanneer ons brein eigenlijk signalen gaat oppikken van onveiligheid, dan heeft het twee mogelijke reacties in petto. Heel instinctief vanuit ons brein kan het zijn dat we in een fight-flight modus komen, een vechten-vluchten-reactie, of in een freeze-staat, een fase of een modus van bevriezing. In de fight-flight modus is het zo dat we eigenlijk dat ons lichaam adrenaline gaat aanmaken en cortisol, omdat we zouden kunnen reageren op de onveiligheid. Op het moment dat ons brein voelt van we hebben hier geen mogelijkheid om in fight-flight te gaan, dan zakken we in de freeze-modus en kan dat heel letterlijk zijn dat je met je voeten aan de grond genageld staat, maar het kan ook heel subtiel zijn dat je voelt van hé, het is alsof als je in gesprek bent, het is alsof dat ik eigenlijk niet goed meer kan verbinden met die andere, alsof dat er een glazen wand komt te staan of dat het wat mistig wordt in je hoofd. Dat is een mogelijkheid van de freeze. En eigenlijk gaan die drie staten terug naar hoe wij als mens geëvolueerd zijn vanuit het hele dierlijke stuk. Dus daarbij ook een voorbeeld over het dierenrijk, wat heel waardevol is voor ons als mens om te weten. In diezelfde situaties dat bijvoorbeeld een hertje is aan het grazen in de wei en dat hert dat. Het brein van het hert, dat scant constant de omgeving om te kijken of er veiligheid is of onveiligheid. Op het moment dat dat hert voelt met de zintuigen van hier is iets niet pluis, het is alsof dat er iets naar mij toe komt, gaat die in een waakzame stand komen en gaat die scannen in de omgeving wat er gebeurt. Als de onveiligheid dichterbij komt, bijvoorbeeld, een tijger is aan het naderen, dan gaat het brein van dat hertje heel instinctief reageren en kijken van kan ik tegen deze tegenstander in vechten of vluchten gaan? Vechten
Bijvoorbeeld, hè, die tijger is aan mij gewaagd, ik kan mij afreageren, ik kan in het gevecht gaan. Of ik ben eigenlijk minder krachtig dan die tijger, dus ik zal moeten vluchten. Dat is die fight-flight-modus, dat dat hert in het brein eerst neemt. Als het hertje beseft of het brein instinctief weet, ik heb eigenlijk geen mogelijkheid meer om te vechten of te vluchten, dan gaat het brein overschakelen naar de freeze-modus. En dat kan je ook heel goed zien bij de dieren, dat zij eigenlijk bijna letterlijk verstijven, in freeze gaan, bevriezing van alle spieren van heel het lichaam. En soms zelfs zo ver dat dat dier zich waant als dood. Dus dat die omvallen en dat die verstijven en blijkbaar een staat van niet meer actief en zelfs schijn van dood creëren. Waardoor soms de tijger dichterbij komt en zijn interesse verliest en weer weggaat. Dus het is een overlevingsstaat. Dus dat is een beetje extra uitleg vanuit het dierenrijk over de fight, flight en de freeze. De vechten, vluchten staat en de bevriezing staat.